Gaan onze serie vervolgen over de heiligen, die zoals elke heilige met een zending ook voor onze tijd wat te zeggen hebben. Maar laten we eerst beginnen met een gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, aan het einde van dit kerkelijk jaar danken wij u voor al uw genade, al uw tekenen van barmhartigheid. De blijken van uw nabijheid. We danken u dat u blijft waken over uw wereld, uw kerk, over ons. Heer, mogen zo deze laatste dagen van het kerkelijk jaar ons geloof weer verlevendigen met een groot verlangen om u te ontmoeten. En Heer, met de kerk blijven wij bidden. Kom, Heer Jezus. En Maria, moeder van de Heer, moeder van barmhartigheid, koningin van barmhartigheid, waakt u over ons en bidt u voor ons. Goede Sint-Jozef, bid voor ons. Heilige zuster Faustina, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Na dat we in de leerschool zijn gegaan bij de heilige Bernadette, in Lourdes en in Nevers, gaan we nu naar het Poolse land toe, naar zuster Faustina. Die leefde in het begin van de vorige eeuw. En deze woorden sprak de Heer tot haar. Secretaresse van mijn allerdiepste geheimenis. Weet dat je een exclusieve vertrouwelijkheid met mij bezit. Jouw taak is het om alles wat ik je over mijn barmhartigheid bekend maak, op te schrijven. Ik wil dat de hele wereld mijn oneindige barmhartigheid kent. En hiermee worden we direct geplaatst in de zending, het charisma en de zending van zuster Faustina. Zij is de secretaresse van een diepste geheimenis van het hart van Jezus, namelijk zijn barmhartigheid en het verlangen van de Heer dat die barmhartigheid aan heel de wereld bekend wordt gemaakt. Dat is de taak die zuster Faustina krijgt om dit in beweging te houden. Om dit verder in beweging te zetten. Dat gebeurde in een tijd waarin de godsverduistering toenam. Vanaf de 17e, 18e eeuw met de verlichting, waar we al eerder over hebben gesproken. Het is natuurlijk een beetje een wrang gegeven dat de tijd die men de verlichting noemde, eigenlijk verduistering met zich meebracht. Niet alleen de verduistering van wie God is, maar daarmee ook onherroepelijk de verduistering met het diepste wezen van de mens zelf. De goddeloze ideologieën die op zijn gekomen. Niet alleen vanuit die verlichting, maar later ook via Marx, via Nietzsche, communisme dat in het oosten toeneemt. Het zijn werkelijk ideologieën. Denkrichtingen die men als de absolute waarheid naar voren brengt en daar heel het volk iedereen aan wil onderwerpen. Gaat dat niet goedschiks, dan gebeurt dat kwaadschiks. In de vorige eeuw, halverwege de vorige eeuw, het langzame verlies van de geloofsoverdracht. Het geloof wordt niet meer aan de nieuwe generaties doorgegeven. Of maar op een heel bepaalde manier doorgegeven. Hier en daar op een verwaterde manier. En de nieuwe generaties staan door de ontwikkelingen in de wereld ook er minder voor open. En zo met de generaties wordt die geloofsoverdracht steeds minder. En daarmee de godsverduistering steeds dichter. De tijd van het nihilisme,
het niets-isme. Wat men wel eens direct met Nietzsche zelf verbinding brengt. Natuurlijk, hij heeft ertoe bijgedragen, maar het kwam van alle kanten opzetten. Het niets-sisme. Misschien is het later weer wat overgegaan in het iets-sisme, maar praktisch blijft het nog steeds nihilistisch. Want het iets-sisme, dat is iets wat men kiest op het moment zelf, maar wat voor de praktijk van het leven geen verdere lijn heeft of consequenties geeft. Het humanisme zonder God hoort hier in zekere zin ook bij. Want het humanisme dat genoemd is naar het humanum, het menselijke, en dat pretendeert dus ook de mens centraal te stellen, of het welzijn van de mens centraal te stellen. Maar dat is niet mogelijk als men de schepper van de mens niet erkent, en als men het diepste wezen van de mens niet erkent, wat alleen maar mogelijk is vanuit de erkenning van de schepper. En zo een steeds toenemende ordeloosheid, radeloosheid en redeloosheid. En ordeloosheid bedoelt in de zin dat er geen ordening meer in het leven werd gezien. Het leven niet meer beschouwd werd als een geschenk van God, de uitnodiging het met hem en voor hem te leven, om uiteindelijk thuis te komen bij God in de hemel. Een doel wat men mist. De normen die vervagen, ook daar is geen ordening meer. Het is de grootste gemene deler op basis van gelukkig nog wat katholieke traditie, christelijke traditie. Maar het wordt soms erg willekeurig en relativistisch. De radeloosheid als verlies van de diepste zin, als men niet meer leeft vanuit het besef van een roeping en een zending, of misschien daarvoor nog dat men leeft vanuit het feit dat leven door God gewild is, dat ieder mensenleven door God gewild is, verliest men ook de zin erin, radeloosheid. En op basis van dit alles ontstaat een redeloosheid, oftewel, het is heel moeilijk om over wezenlijke dingen te spreken, omdat men de taal niet meer kent, de beleving niet meer heeft en vaak ook de openheid of de interesse niet meer heeft. Men leeft primair reagerend vanuit een individualisme. En daarmee is soms de dialoog heel erg ingewikkeld. Blijft bij standpunten die men uit, meningen die men uit, en uiteraard wil men daar wel over praten, maar of dat in de echte houding van een dialoog kan, een luisterende houding, onderscheidende houding, een samenzoeken naar de wezenlijke waarheid houding, dat is heel erg moeilijk. En dat is wat onze kerk langs de Heilige Vader de Paus ons weer een beetje wil leren in het synodaal proces waarin we geplaatst zijn. Een tijd van godsverduistering. Wat is het antwoord van de drie ene God hierop? Een weg die voor iedereen eenvoudig herkenbaar moet zijn. Eenvoudig qua inhoud en qua vorm. Omdat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. En juist in een tijd waarin men steeds moeilijker de rust en de tijd neemt om over wezenlijke dingen na te denken, over te spreken, over te studeren, te leren, te lezen, wat dan ook, met elkaar over in gesprek te gaan. Het is er niet. En dat was de afgelopen eeuw ook heel moeizaam. Het antwoord van de levende God, zoals de openbaring, en het antwoord komt natuurlijk vanuit de openbaring, moet voor iedereen toegankelijk zijn. En daarom qua vorm en inhoud eenvoudig. Wat niet wil zeggen simplistisch of naïef. Nee, het is de eenvoud die in de schrift geprezen wordt. De eenvoud die eigenlijk heel direct herkenbaar is waar het om gaat. En het antwoord is ook dat waarvoor het mensenhart gemaakt is. Het mensenhart is niet geschapen om individualistisch te leven alsof God er niet is.
mensenhart is geschapen met een natuurlijk verlangen naar God. En daarin besloten een natuurlijk verlangen naar die ordening, naar die zinvolheid, langs het ontdekken van de roeping en de zending. Een natuurlijk verlangen naar een leven dat niet meer broos is en niet meer getekend wordt door het lijden, de dood, het geweld, het verdriet en alles. En het antwoord van de drie-ene God zal dus dat zijn waar het mensenhart ten diepste naar uitziet. Maar dit antwoord van God kan niet geponeerd worden op een wijze dat men er niet omheen kan. Het kan niet een antwoord zijn dat dwingt tot een beaming. Want God respecteert de menselijke wil en daarnaast, hij kent de mens door en door. En ook het mensenhart is niet gemaakt om afgedwongen te krijgen, maar uit zichzelf te geven. Dat is een vrij mensenhart, wil zeggen een hart dat helemaal ja kan zeggen tegen de drie-ene God en de liefde van de drie-ene God. Dit antwoord kan dus niet dwingend zijn, maar zoals de kerkvader zal zeiden, het antwoord dat God geeft is een antwoord dat rekening houdt met die vrijheid van de mens en zijn vrije wil, zijn vrije keuze. Al is die vrijheid geschonden door de zonde, maar houdt rekening met die vrijheid en zal toch blijven aankloppen. En de kerkvaders gebruiken daar het woordje verleiden voor. En Johannes van het Kruis zal in zijn gedichten en de commentaren daarop dit eigenlijk ook beschrijven. Dat het antwoord van de drie-ene God zodanig is dat het voortdurend het mensenhart naar zich toe wil trekken. Zonder het te dwingen, zonder te forceren, maar puur door het antwoorden zelf. Nu, dit is het antwoord dat de drie-ene God is gaan geven op die toenemende godsverduistering. En dat antwoord is, zoals we natuurlijk al kunnen raden, zijn drie-ene liefde. Maar het is opmerkelijk dat dat woordje liefde op zichzelf niet genoeg was. Er werd iets bijgevoegd. En als eerste uitdrukkelijk door Thérèse van Lisieux. Zij spreekt over de l'amour miséricordieux. Oftewel, de liefde die barmhartig is. En miséricordieux, nog herinnerend aan het Latijnse misericordia, waar het woordje cor in zit, dat betekent hart. En miserere, een hart dat medelijden heeft, dat barmhartig is, dat zich ontfermt over de mensen. Dus de liefde die God is gaan meer naar voren is gaan brengen, langs diverse wegen, is zijn liefde, maar dan specifiek gedefinieerd als de barmhartige liefde. Omdat het woord liefde ook onderhevig was aan die godsverduistering en voor de mensen van alles en nog wat kan betekenen. Daarom die toevoeging die natuurlijk in het woord liefde zelf al ligt, barmhartige liefde. Net zozeer als er in het woordje barmhartigheid al besloten is dat het om liefde gaat. Maar we spreken eigenlijk sindsdien over de barmhartige liefde als het antwoord van de drie-ene God op de toenemende godsverduistering. Dit gebeurde onder meer langs verschillende personen. Het begon in zekere zin al bij de verschijningen van Jezus die zijn heilig hart toont in Parelemonial aan Margaretha Maria Alacoque. Dan ontstaat de devotie tot het heilig hart, of die ontstaat niet, maar die krijgt een nieuwe impuls. Maar het was toch niet genoeg en ondertussen nam die verduistering maar toe. Zodat de Heer profeten zocht van zijn barmhartige liefde. Profeten die gevormd worden voor hun taak, hun zending. Een vorming die niet licht is, die heel zwaar is, die werkelijk zuiverend is.
zoals dat overigens bij profeten in het Oude Testament, maar alle profetische roepingen in de kerk het geval is. En dan in die gezuiverde persoon, zou je kunnen zeggen, van de Heer zijn barmhartige liefde tonen, zodat deze profeten die door kunnen geven in woorden, in hun houdingen, in hun gebaren, in de wijze waarop ze leven, in de wijze waarop ze sterven. Daartoe behoren de heilige Thérèse van Lisieux, kerklerares, de zuster Faustina, zeker ook iemand als Marthe Robin, grote mystica, wat her en der de laatste tijd ook beweerd is en wat inmiddels ook alweer voor een heel groot deel weerlegd is. De heilige moeder Teresa en de heilige paus Johannes Paulus II. En natuurlijk zijn er meer, maar dit zijn wel heel grote namen. Het boekje wat hier staat, Een jaar van Gods barmhartigheid, heeft geprobeerd uit de hele geschiedenis van de kerk teksten over de barmhartigheid bijeen te brengen. Elke maand een heilige of een grote persoon uit de kerkgeschiedenis. En daar uit dienstgeschriften teksten over de barmhartigheid. En het aardige aan dat boekje is dat je ook daar die kentering ziet. Zo na Augustinus, na Franciscus van Sales, Catharina van Siena, Teresa van Avila, komt zo ineens een kentering naarmate we dichter bij onze tijd zijn. De barmhartigheid krijgt een diepere en een bredere kleur dan daarvoor. En het is mooi om dat zo te ontdekken. Het is zeker de moeite waard om die teksten eerst rustig te hernemen. Of wellicht met het nieuwe jaar, waar we niet zo ver vandaan zijn, vanaf het begin te gaan lezen. Nu gaan we kijken naar zuster Faustina. We zullen kort even haar levensloop bespreken, om dan vooral naar datgene wat zij wil aanreiken rond de barmhartigheid te kijken. De fontein van barmhartigheid, het antwoord van het vertrouwen, de vormen van een devotie tot de barmhartigheid en het sacrament van de barmhartigheid. Zuster Faustina, ze heette in de wereld Helena Kowalska, geboren 25 augustus, 1904, dus iets meer dan een eeuw geleden. Een van de 9 kinderen. Je ziet hier het geboortehuisje en daarnaast een latere familiefoto. Met iedereen erop, de kerk waar ze gedoopt is. En nog een latere familiefoto als ze al zuster is, daarboven ook. Als ze 9 jaar is, doet ze haar eerste heilige communie. Door allerlei omstandigheden heeft ze niet heel veel schoolopleiding gehad. 16 jaar wordt ze een dienstmeisje. Het was een beetje de gewoonte met 16 jaar, als iemand min of meer volwassen en moest maar bijdragen aan de inkomsten van het gezin. Maar al tijdens haar jeugd had ze het verlangen naar het kloosterleven. Alleen de familie was te arm om de bruidsschat te betalen. En de vooropleiding van Helena was ook niet buitengewoon. Dus het was niet makkelijk om die stap te zetten. Uiteindelijk gaat ze langs diverse kloosters, diverse congregaties. Maar ze wordt overal afgewezen. Ze vinden haar niet geschikt. En bruidsschat ontbreekt enzovoort. Ondertussen werkt ze, verdient ze voor haar ouders ook wat geld. Maar ze blijft proberen. En ze klopt aan bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid. En de moeder overste, die vindt haar niet erg bijzonder, twijfelt een beetje en stuurt haar nog een jaar terug om wat te verdienen, zodat ze niet helemaal met lege handen zal intreden. Na een jaar komt ze terug en dan wordt ze inderdaad in deze congregatie de zusters van Onze Lieve Vrouw
van barmhartigheid opgenomen op 1 augustus 1925. Dus ze is dan 21 jaar. In de congregatie zal ze op verschillende plaatsen wonen, in verschillende huizen wonen, grotere huizen, kleinere huizen. Het was een actieve congregatie. Het was daarom dat ze al na een jaar erover dacht om naar een strenger klooster te gaan, een contemplatiever klooster te gaan, omdat ze meer tijd voor gebed wilde hebben. Maar de moeder overste heeft op verstandige wijze haar telkens maar terugverwezen naar de onderscheiding. En uiteindelijk is ze in de congregatie gebleven. Maar het tekent wel haar houding dat ze weliswaar in een actieve orde was ingetreden, maar een biddend, een contemplatief hart had. In Krakau, in Plock, in andere plaatsen, uiteindelijk komt ze in Langwiniki terecht. Klooster waar ze zal sterven, klooster waar ze ook begraven is. De taken die ze heeft in het klooster zijn de gewone taken. Ze is portierster, ze is keukenzuster, ze is hovenierster. Ze heeft dus geen specifieke rol of taak gehad als novice meesteres of hulpnovice meesteres. Dit waren allemaal van dit soort werkzaamheden in het kloosterritme. Een actieve orde, dat betekent ook niet een slotklooster. Ze kon haar ouders bezoeken en toen haar moeder stervende was, kon ze daar naartoe gaan. Enkele kortere periode heeft ze in het ziekenhuis gelegen. Dus ze was niet gebonden aan de tralies, maar kon ook zich buiten het klooster begeven. Maar natuurlijk voornamelijk leefde ze daar in het klooster. Haar medezusters zullen denk ik moeder overste beaamd hebben. Niet heel veel bijzonders, zoals men dat volgens ook van Therese heeft gezegd. En we hebben het vorige keer gehoord, in zekere zin ook van kleine Bernadette. Dit alles in Polen, de plaats waar Karol Wojtyła, het land waar Karol Wojtyła vandaan komt, paus Johannes Paulus II. Hij kwam in de zomer van 1938 naar Krakau, wat vlakbij Langwiniki ligt. Op 5 oktober van dat jaar 38 sterft zuster Faustina. En ze is dus heel jong gestorven. 33 jaar en een paar maanden was ze. Ze hebben elkaar niet ontmoet, terwijl Karol Wojtyła wel in dat kloosterkapel heeft gebeden en daar in de buurt is geweest. Later zal hij schrijven: ik herinner me uit de oorlogstijd, toen ik als arbeider werkte in de fabriek Zolvaje, een plaats bij Langwiniki, waar ik naar het graf van zuster Faustina ging, nog voor haar zaligverklaring. Alles was bijzonder vreemd, onvoorstelbaar, als je bedacht dat ze een eenvoudig meisje was. Kon ik toen vermoeden dat ik haar eerst zalig en daarna heilig zou mogen verklaren? Ze trad in het klooster in Warschau, werd overgeplaatst naar Vilnius en daarna naar Krakau. Ze had een paar jaar voor de oorlog een visioen van de barmhartige Jezus gehad, die haar opriep om een apostel te worden voor de verering van de goddelijke barmhartigheid, zoals dat zich later wijd zou verspreiden in de kerk. Die zuster Faustina overleed in 1938. Hier in Krakau heeft de cultus van de goddelijke barmhartigheid een reeks van gebeurtenissen van wereldomvang in gang gezet. Toen ik aartsbisschop werd, vroeg ik priester-professor Ignacy Rodzicki op om haar geschriften te bestuderen. Eerst wilde hij het niet, maar daarna bestudeerde hij de beschikbare documenten grondig. Uiteindelijk, na veel studie, zei hij: ze is een geweldige mystica. Tot zover Paus Johannes Paulus uit zijn boek.
Sta op, laten we gaan, herinneringen aan gedachten. Een van zijn meer autobiografische boeken die hij geschreven heeft. En Paus Johannes Paulus hebben we in het rijtje gezien van de profeten van de barmhartigheid. Als hij eenmaal paus is, zal hij ook de barmhartigheid van de Heer verspreiden, onder meer door zijn encycliek Dives in Misericordia, rijk aan barmhartigheid. En laten we ook niet vergeten dat zijn sterven plaats heeft gevonden op de vigilie van de Zondag van Barmhartigheid. 4 april 2004, het was de vigilie van die Barmhartigheidszondag. Hij heeft haar zalig verklaard in 1993, heilig verklaard in 2000. Het proces was gestart in 1968, dus heeft 25 jaar geduurd, wat op zich normaal is voor een proces rond een zalig en heilig verklaring. Ondertussen was de devotie, zoals we net hoorden, al wijd verspreid. En was zeker ook de verering al, als we horen dat Karel Wojtyla al bij het graf van zuster Faustina ging bidden, dan deed hij dat ook omdat hij gehoord had dat deze zuster, zoals men zegt, in de geur van de heiligheid was overleden. En hij liet de geschriften lezen door een theoloog professor die aanvankelijk terughoudend was, maar later dus zegt, het was een grote mystica. Het zijn de dagboeken, het dagboek, maar het bestaat uit verschillende delen. En daarnaast zijn er ook nog enkele brieven. Daaruit blijkt dat zij een grote mystica was. Tijdens haar noviciaat heeft ze de donkere nachten doorgemaakt, de duisternis. Dat is een wezenlijk deel van de zuivering. Zeker als iemand een grote zending krijgt toevertrouwd of een speciaal charisma, gaat het altijd vooraf aan de zuivering door middel van de innerlijke duisternis, de donkere nacht, waarin in zekere zin iemand helemaal wordt onteigend, maar juist daardoor helemaal zichzelf wordt. Degene wordt, zoals Christus die bedoelt, gekneed tot instrument. En ze maakt ook in die zuivering mee dat ze wordt aangevallen door de duivel. Bijna lijkt prijsgegeven te zijn aan zijn dwarsliggerij. De Heer die zegt tijdens zo'n aanval, je bent met mij verenigd, vrees niet, maar weet, mijn kind, dat Satan je haat. Hij haat iedere ziel, maar hij brandt met een bijzondere haat voor jou, omdat je zoveel zielen aan zijn heerschappij ontrukt hebt. In een nacht bezocht mij een ziel die ik al eerder gezien had, schrijft zuster Faustina. En die ziel die zei, waarom ben je onwillig om mijn grootheid te herkennen, te erkennen? Waarom verheerlijk alleen jij mij niet voor mijn grote daden, zoals alle anderen dat doen? Toen zag ik dat dit Satan was die voorwendde deze ziel te zijn. Ik zei, alleen aan God komt glorie toe. Ga weg, Satan. Ogenblikkelijk viel deze ziel in een afgrond die zo vreselijk was dat ze iedere beschrijving wachtte. Dit alles moet haar brengen tot een steeds grotere zelfgave. Een beschikbaarheid voor God. Zo staat er in haar dagboek te lezen. De Heer die tegen haar zei, weet dat dit je veel zal kosten, dus schrijf deze woorden op een blanco vel papier. Vanaf vandaag bestaat mijn eigen wil niet.
en zet er dan kruislinks 2 pagina grote strepen doorheen. Aan de andere kant moet je deze woorden schrijven. Vanaf vandaag doe ik de wil van God overal, altijd en in alles. Wees nergens bang voor, de liefde zal je kracht geven en de uitvoering hiervan gemakkelijk maken. En zo wordt ze gevormd. En toen het op een dag heel moeilijk ging, hoort ze de woorden: je rekende te veel op jezelf en te weinig op mij. Een zelfgave die de zuivering verdiept, verschijningen die er zijn, aartsengel Michael, Jozef, onze lieve vrouw, maar ook de Heer zelf. En bij die verschijningen ook het ontvangen van de niet zichtbare stigmata, wat vaker voor is gekomen in de geschiedenis van de kerk, dat de wondentekenen niet zichtbaar waren op de handen, de voeten en de zijde, maar wel door de persoon gevoeld werden. Francesco Forgione, Pater Pio, heeft ook al jaren voordat hij de zichtbare stigmata ontving, de onzichtbare stigmata van tijd tot tijd gevoeld. Ze schrijft in een van haar dagboekbladen: ik lijd erge pijn in mijn handen, voeten en zijde, op de plaatsen waar het lichaam van Jezus doorboord werd. Ik ervaar deze pijn in het bijzonder als ik een ziel ontmoet die niet in staat van genade is. Dan bid ik vurig dat de genade van God die ziel zal omhelzen. Verschijningen en een grote vertrouwelijkheid. De Heer die haar niet alleen secretaresse noemt, maar vooral steeds komt dat terug: mijn kind, mijn kind. En zuster Faustina, die ook haar hart opende voor hem, alles met de Heer deelde, en de Heer die op die dialoog inging. Dit gebeurde natuurlijk op de wijze zoals dat altijd gebeurt. En hier zie je een prentje van een verschijning van de Heer, maar dat was niet altijd zo het geval. Dat ging alleen op die bepaalde momenten voor een bepaald iets wat de Heer wilde aanreiken of wilde laten zien. Maar dat gesprek met de Heer vond in het diepst van haar ziel plaats. Wat dus ook betekent dat al de woorden die zij noteert van de Heer allereerst ook in haar ziel ontvangen zijn als een soort indruk en dan door haar woorden gegeven zijn. En bij dat woordje secretaresse moeten we niet denken aan een soort dictaat wat zij neerschrijft. Zo werkt de Heer niet. Hij gaat altijd langs de ontvankelijkheid van de ziel. De indruk die hij geeft en de ziel geeft daar woorden aan en die woorden worden dan opgeschreven of doorgegeven. Maar daarom moet die ziel zo gezuiverd zijn om daar niets zo min mogelijk van zichzelf in te leggen, die indrukken niet te gaan interpreteren of mooier te gaan maken dan ze zijn. Zoals ze dat ook bij Bernadette vorige keer hebben gezegd, dat zij dat absoluut niet deed, hè, op die enkele toevoeging dat ze ergens zegt, het mag ook een klein kapelletje zijn, maar dat was dan eigenlijk meer uit angst, omdat ze daar tegenover al die prelaten stond. De vertrouwelijkheid waarbinnen deze indrukken ontvangen konden worden en woorden gegeven worden. Een mystiek leven dat natuurlijk door en door eucharistisch was. Ze schrijft: Jezus, als u tot mij komt in de heilige communie, u die zich samen met de Vader en de Heilige Geest hebt verwaardigd om in de kleine hemel van mijn hart te wonen. Als u tot mij komt in de communie, probeer ik u de hele dag door gezelschap te houden. Ik laat u zelfs nog geen moment alleen. Alhoewel ik in het gezelschap van andere mensen ben, of bij onze pupillen, de leerlingen van de school,
blijft mijn hart altijd met hem vereend. Als ik slaap, offer ik hem iedere hartslag. Als ik wakker word, dompel ik mijzelf zonder een woord te zeggen in hem onder. Als ik wakker word, dan bid ik de heilige drie-eenheid ten pose en dank ik God dat hij zich verwaardigd heeft om mij nog een nieuwe dag te geven. Ik ga overal met Jezus naartoe. Zijn tegenwoordigheid vergezelt mij overal. Na de heilige communie, ik zag Jezus op de gebruikelijke wijze. Hij sprak deze woorden tegen mij. Leg je hoofd op mijn schouder. Rust en herkrijg je kracht. Ik ben altijd met je. Ik word na de heilige communie, zegt ze, de tegenwoordigheid van God vaak op een bijzondere en voelbare wijze gewaar. Ik weet dat God in mijn hart is. Het feit dat ik hem in mijn hart voel, belemmert mijn werkzaamheden niet. Zelfs wanneer ik met zeer belangrijke zaken te maken heb, die mijn aandacht vragen, verlies ik de tegenwoordigheid van God niet in mijn ziel en ben ik innig met hem verenigd. Ik ga met hem naar het werk. Ik ga met hem naar de recreatie, ik leid met hem, ik verheug me met hem, ik leef in hem en hij in mij. Ik ben nooit alleen, want hij is mijn voortdurend gezelschap, hij is op ieder ogenblik aanwezig. Onze vertrouwelijkheid is zeer innig door een vereniging van bloed en leven. De vertrouwelijkheid die dus gevoed wordt door de Eucharistie. En natuurlijk, die zuivering en die totale zelfgave maken haar tot een mariale ziel. Een ziel die een beetje lijkt op Maria. Zodat ook de band met Maria zeer innig was. Een gebed van haar. O Maria, mijn moeder. Ik smeek u nederig om mijn ziel met uw maagdelijke mantel te bedekken op dit zeer belangrijke moment van mijn leven. Zodat ik op deze manier dierbaarder voor uw zoon mag worden. En de barmhartigheid van uw zoon op waardige wijze mag prijzen voor de hele wereld en in alle eeuwigheid. En zo hoort ze ook de woorden van Maria. Ik ben niet alleen koningin van de hemel, maar ook de moeder van barmhartigheid en jouw moeder. De dagboeken, of het dagboek van zuster Faustina. Beschreven tussen 1931 en 1938, dus tot aan haar dood. En als zodanig is het een behoorlijk dik dagboek geworden. Er bestaat een Nederlandse vertaling in een gekopieerde versie van. En dat zijn iets van 340 A4'tjes. Dus het is een behoorlijk lange tekst. Een tekst die eigenlijk nooit, nog steeds niet in een officiële boekvorm is uitgegeven. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er een soort kritische editie in het Pools is uitgegeven van de tekst. En als men deze tekst in een andere taal officieel wil uitgeven, moet dat op basis van die kritische tekst. Dus deze vertaling zou dan een keer helemaal herzien moeten worden op basis van die nieuwe kritische tekst. En dan zou er een officieel boek van gemaakt kunnen worden. Gelukkig heeft Bethsaida en samen met De Boog, straks komt het boekje nog in beeld, een bloemlezing samengesteld, thematische bloemlezing, waar de meest belangrijke teksten in terug te vinden zijn. Dat is ook wel nodig, want als je dat dagboek gaat lezen,
Aanvankelijk is het ontzettend boeiend en het blijft natuurlijk wel boeiend, maar er zit wel heel veel uiteindelijk herhaling in. Zelfde situaties die terugkeren en dan is het best een hele klus om dat hele dagboek door te lezen. Gelukkig zijn er dus mensen die dat gedaan hebben en de belangrijkste teksten eruit hebben gehaald, onder meer in deze bloemlezing. Wat niet wil zeggen dat het niet de moeite waard is om dat hele dagboek te lezen, maar het is bijna niet te doen om dat te beginnen en dan helemaal tot het eind toe te lezen. Ergens zal er een moment komen van, nu leg ik het even weg en dan na een tijdje kan het weer opgepakt worden om de rest gelezen, om de rest te lezen. Er zijn nog wat brieven ook over bekend van zuster Faustina, die in feite heel goed aansluiten bij wat ze in dat dagboek schrijft. Onder meer aan deze pater Sopoko, die een beetje samenvallend met de bijzondere zending die ze krijgt, haar geestelijk begeleider is geworden. Niet haar biechtvader, want hij woonde elders, maar wel haar geestelijk begeleider. Er zijn een aantal brieven van haar aan hem en van hem aan haar bewaard. Dat is mooi om te lezen. Hij merkte al heel snel dat deze ziel een bijzondere ziel was. En dat Jezus op een bijzondere wijze in het leven van deze zuster Faustina werkte. Hij heeft haar altijd op de weg van de onderscheiding gehouden. En ook altijd terugverwezen naar haar rechtmatige overste, de moeder priorin, die overigens ook een heel verstandige en wijze vrouw was, die eigenlijk goed met het bijzondere charisma van deze zuster wist om te gaan. En dit is belangrijk, omdat het om privé-openbaringen gaat, woorden die toch waarvan zuster Faustina ze ook doorgeeft. Dit zei de Heer, dit zei de Moeder Gods. En dat kan alleen maar als het heel goed, laten we zeggen, bijna ingekaderd is door de gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid is bij een religieuze natuurlijk strikt aan de rechtmatige overste en daarnaast ook aan de geestelijk leidsman of geestelijk leidsvrouwen. Dat is ook mogelijk. Is dat er niet, dan is er een groot gevaar dat het charisma of wordt verkeerd gebruikt of misschien zelfs wordt misbruikt. Of het kan zelfs zijn dat het helemaal niet van boven komt, maar of uit de fantasie of voor een deel wordt overgeschreven of waar het dan ook vandaan komt. Als het zich niet laat toetsen door de gehoorzaamheid aan de kerk en die gehoorzaamheid is uitermate concreet in de biechtvader of kan ook in de lokale bisschop zijn of bij de rechtmatige overste, dan kan het niet vrucht dragen. Maar bij zuster Faustina was dat allemaal aanwezig. En ze onderwierp het ook altijd aan de onderscheiding van deze pater Sopoko en van de moeder overste. En ze was altijd bereid om van hen te horen hoe ze moest handelen, hoe ze met dit charisma, met deze zending die ze kreeg, moest omgaan. Pater Sopoko, die zoals jullie zien ook zalig verklaard is. De Heer die haar tot apostel van de barmhartigheid heeft gemaakt. En die in verschillende beelden spreekt over zijn barmhartigheid. Een van de beelden die vaak in de teksten voorkomt, is het woordje fontein. Mijn geliefde dochter, schrijf deze woorden op. Vandaag heeft mijn hart in dit klooster gerust. Vertel de wereld over mijn barmhartigheid en mijn liefde. Vertel de lijdende mensheid dat ze dicht bij mijn barmhartig hart moet schuilen. Ik zal hen met vrede vervullen. Verkondig, mijn dochter, dat ik de liefde en de barmhartigheid zelf ben. Als een ziel mij met vertrouwen nadert,
vul ik haar met zo'n overvloed aan genade, dat zij die niet in zichzelf besloten kan houden, maar die uitstraalt naar andere mensen. Uit al mijn wonden vloeit de stroom van barmhartigheid voor de zielen, maar de wond in mijn hart is de fontein van de ondoorgrondelijke barmhartigheid. Aan deze fontein ontspringen alle genade voor de zielen. De vlammen van mededogen verteren mij. Ik verlang er vurig naar om ze over de zielen uit te storten. Spreek tot de wereld over mijn barmhartigheid. Ik wens dat je de liefde die er voor de zielen in mijn hart brandt dieper leert kennen. Je zult die begrijpen wanneer je over mijn lijden mediteert. Roep mijn barmhartigheid aan ten behoeve van de zondaar. Ik wens hun redding. Wanneer je dit gebed met een berouwvol hart en met geloof voor een zondaar bidt, zal ik hen de genade van de bekering geven. Dit is het gebed. Bloed en water dat uit het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartigheid voor ons. Ik vertrouw op u. Kind, spreek niet meer over je ellende. Die is al vergeten. Luister, mijn kind, naar wat ik je wil vertellen. Kom dicht bij mijn wonden en onttrek aan de fontein van het leven wat je hart begeert. Drink overvloedig uit de fontein van het leven en je zult niet vermoeid raken op je reis. Kijk naar de luister van mijn barmhartigheid en wees niet bang voor de vijanden van je redding. Verheerlijk mijn barmhartigheid. Ik heb mijn hart geopend als een levende fontein van barmhartigheid. Laat alle zielen er leven uithalen. Laten ze deze zee van barmhartigheid met groot vertrouwen naderen. Het beeld van de fontein, de bron, de zee. En dit heeft onder meer te maken met die eenvoud die door iedereen begrepen kan worden. Barmhartige liefde uit de geopende zijde van de Heer. En dat hart is een fontein, een bron, waaruit de stromen van zijn barmhartigheid komen. Maar die barmhartigheid vraagt een antwoord. En de Heer geeft zelf aan wat het antwoord is. Dat is niet het geloof, maar dat is het vertrouwen. Vertel de zielen dat ze uit deze fontein van barmhartigheid alleen met het vat van het vertrouwen genade kunnen putten. Als hun vertrouwen groot is, is er geen grens aan mijn edelmoedigheid. De regens van genade zetten de nederige zielen onder water. Dus in dit hernieuwd naar voren halen van zijn barmhartige liefde, geeft de Heer ook al aan hoe we dit kunnen beantwoorden met het vertrouwen. Vertrouwen is het durven ontvangen van deze barmhartigheid. Ongeacht wie we zijn, wat we gedaan hebben, wat we doen, in die stroom van barmhartigheid gaan staan. De genade van mijn barmhartigheid kunnen maar met één vat geput worden. En dat vat is vertrouwen. Hoe meer de ziel vertrouwt, des te meer zal zij ontvangen. Zielen die een grenzeloos vertrouwen hebben, zijn een grote troost voor mij, want ik giet al mijn genadeschatten in hen.
Ik verheug mij erover als ze om veel vragen, want het is mijn verlangen om veel, heel veel te geven. Aan de andere kant ben ik bedroefd als zielen om een kleinigheid vragen en als ze enghartig worden. Ik verlang vertrouwen van mijn schepselen. Laat de zwakke, zondige ziel niet bevreesd zijn om tot mij te naderen. Want zelfs al had ze meer zonde dan er zandkorrels op de wereld zijn, dan zullen die allemaal in de onmetelijke diepten van mijn barmhartigheid verdrinken. Mijn dochter, mijn vreugde en genoegen, niets zou mij ermee doen ophouden je genade te schenken. Je ellende is geen belemmering voor mijn barmhartigheid. Mijn dochter schrijft dat hoe groter de ellende van een ziel is, des te groter haar recht op barmhartigheid is. Spoor de zielen aan om de onpeilbare afgrond van mijn barmhartigheid te vertrouwen, want ik wil ze allemaal redden. Op het kruis werd de fontein van mijn barmhartigheid voor alle zielen wijd geopend door de speer. Ik heb niemand uitgesloten. Nu, hij spreekt hier over de ellende en de zwakheid, de kleinheid van haar ziel. Maar een ziel is natuurlijk in een ellendige situatie als ze hoogmoedig is. Als ze denkt de genade van God niet nodig te hebben. Of misschien dat wel pro forma denkt en beleidt. Maar eigenlijk toch leeft. En zelf het voortouw neemt. En zelf beslissingen neemt. Een hoogmoedige ziel of een ziel van een grote zondaar die verhard is. Die hebben, zoals Jezus het zegt, nog meer recht op zijn barmhartigheid. Hoe groter de zonde, hoe meer barmhartigheid de Heer kan betonen. In het evangelie maakt hij daar al toespeling op. Dat hij is gekomen voor de zondaars, dat hij is gekomen voor de zieken. Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. En natuurlijk iedereen, behalve de moeder Gods, leed en lijdt en zal lijden aan de ziekte van de zonde. En heeft dus de goddelijke arts Jezus nodig. En we kunnen de ellende van onze ziel beschouwen. En dan bijna niet voorstellen dat God barmhartig is. Maar er kunnen ook mensen zijn die zo in hun zelfgereidheid leven. In een egocentrisme leven, in een hoogmoed leven, in een houding en mentaliteit leven. Ik doe het zoals ik wil en ik red mezelf wel. Dat het moeilijk is om dan open te staan voor die barmhartigheid. En toch, als zo'n ziel erkent dat hij de barmhartigheid nodig heeft, omwille bijvoorbeeld van de hoogmoed of deze zelfgerichtheid, dan is het begin, laten we zeggen, van de bekering en van de zuivering, van de heiliging, is dan al begonnen. En ook degene die op een bepaald moment inzien hoe groot hun zonden zijn geweest, en dan misschien denken, maar ik ben de slechtste mens op de wereld, dit is niet meer goed te maken, zeker als het ook schendingen betreft, van de levens van anderen. Altijd kunnen ze aankloppen op het hart van de Heer. Mogen ze vertrouwen op deze barmhartigheid. De twee meegekruisigden laten dat eigenlijk zien. De een die geraakt wordt door de barmhartige liefde. En die zegt, Heer, denk aan mij. En de ander bij wie het hart nog niet geopend is. Maar die mee blijft schimpen en tegen die ander ook zegt, wat doe je nou? Maar ook die tweede
mag rekenen op de barmhartigheid van de Heer op het moment dat er iets van openheid en erkenning is. Begin vertrouwen, dan kan daarin die barmhartigheid binnenstromen. In het dagboek staat, hoe groter zondaar iemand is, hoe groter het recht is dat hij op mijn barmhartigheid heeft. Hij die op mijn barmhartigheid vertrouwt, zal niet omkomen. Want al zijn aangelegenheden zijn de mijne geworden. Al zijn vijanden zullen voor mijn voetbank verpletterd worden. Hoe groter de zondaar, hoe groter het recht op de barmhartigheid van de Heer. Dat is natuurlijk heel bijzonder om dit zo verwoord te krijgen. Het moet eenvoudig zijn qua inhoud en qua vorm en toegankelijk voor iedereen. En mede daarom heeft de Heer binnen de zending van zuster Faustina ook hele concrete vormen gegeven om deze barmhartigheid te erkennen, te herkennen, toe te laten, af te smeken. En dat zijn 5 concrete vormen geworden. Een speciale afbeelding, waar we zo wat meer over zullen vertellen. Het uur van barmhartigheid. Het kroontje of de rozenkrans van barmhartigheid. De noveen van barmhartigheid. En de zondag van barmhartigheid. Over deze devotievormen is ook een heel mooi boekje verschenen, gelukkig vertaald in het Nederlands. Ook weer van Betsaida, dit keer samen met Emmanuel uitgegeven. Later krijg je de titel nogmaals in beeld. Maar hier worden deze devotievormen heel uitvoerig uitgelegd, beschreven, in de traditie geplaatst. En het is heel mooi om dat zo te lezen. We gaan beginnen nu met de tweede, dat we straks naar de afbeelding gaan kijken. Dat is het uur van barmhartigheid. Dat is 3 uur, want dat is het uur van Jezus sterven op het kruis. In het dagboek van zuster Faustina staat, smeek mijn barmhartigheid om 3 uur af, vooral voor de zondaars. Verdiep jezelf, al is het maar voor een kort ogenblik, in mijn lijden, in het bijzonder in mijn verlatenheid, op het ogenblik van de doodstrijd. Dit is het uur van grote barmhartigheid voor de hele wereld. Ik zal het je toestaan in mijn stervensverdriet binnen te treden. Op dit uur zal ik niets weigeren aan een ziel die mij op grond van mijn lijden een verzoek doet. En het is een hele mooie en heel concrete devotievorm. Zeker op de vrijdagmiddag, wat elke week al de dag van zijn lijden en sterven en begraven is, om dan om 3 uur even stil te houden. Misschien naar het kruisbeeld te kijken, of in gedachten, zoals hier ook staat, naar het lijden en sterven van de Heer te gaan. Geraakt worden door het feit dat hij uit liefde sterft, barmhartige liefde sterft, en dan de mogelijkheid om die barmhartigheid af te smeken, vooral voor de zondaars, staat hier. Dus dat betekent allereerst voor onszelf, maar dan ook voor de zondaars die bijzonder zijn barmhartigheid nodig hebben. Iets concreets en iets heel moois. En wellicht iets om te proberen dat aan te wennen. Elke dag 3 uur. We hebben van die mogelijkheden op onze mobieltjes zitten, een signaaltje. Of dat het toch ergens gewoon in ons bewustzijn gaat leven. En als je er nu ineens een kwartier later aan denkt, dan moet je niet denken van, ja, ik ben te laat. Nee, dan gebruik je dat moment even als het uur van barmhartigheid.
Misschien zeker op de vrijdag is het mooi om daar toch even bij stil te staan. Dan is er het kroontje van barmhartigheid. Wat je kan precies kan terugvinden. Het is de gewone rozenkrans die je daarvoor gebruikt, maar het zijn andere gebeden. Het begint niet met de geloofsbelijdenis, maar met het Onze Vader, het kruisje. Daarna het Wees gegroet en dan pas de geloofsbelijdenis. En dan zijn er de 5 grote kralen en de 50 kleine kralen. Op de grote kralen dit gebed. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de gehele wereld. Dat is even een schijnbaar lang gebed, maar zoals met alles, als je de tekst voor je hebt en je begint het te bidden en je bidt het elke keer weer, voordat je het weet, dan zit het in je hoofd. Op de kleine kralen, dit, door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Enzovoort. En zo de hele rozenkrans rond, en dan aan het eind terug naar de 3 kraaltjes die naar het kruisje toe gaan, en daar op bidden. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. En dat dan nog 2 maal. Nu, wat valt op in deze woorden? Allereerst, het is eenvoudig. Als je het bidt, het is vele malen korter dan de rozenkrans. Overigens, het vervangt de rozenkrans niet, hè? Dat het rozenkrans van barmhartigheid heet. Een rozenhoedje, eigenlijk het kroontje van barmhartigheid is misschien veiliger. Het vervangt de rozenkrans niet. Het is een zelfstandig gebed. Maar als je dit bidt, zal je merken dat het niet heel veel tijd kost. Want dat gebed op die 5e kraaltjes is vrij kort. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. En het is een gebed dat zich voornamelijk richt tot de Vader. Daarom begint het ook met het Onze Vader. Het begin van het kroontje geeft aan, we richten dit tot de Vader. Eeuwige Vader, ik offer u op. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Dus ook dat zeggen we tegen de Vader. Maar eigenlijk plaatst dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid ons aan de voet van het kruis bij Maria. En je zou bijna kunnen zeggen, we kijken langs de gekruisigde naar boven, naar de hemelse Vader, die heel dichtbij is, betrokken bij het lijden van zijn Zoon. En dan bidden we deze gebeden. Ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij is God en hij is mens. En als mens heeft hij een geest, ziel en lichaam. En met het lichaam ook het bloed. En uiteraard, het lichaam en bloed van uw welbeminde Zoon heeft ook een eucharistische betekenis. Tot vergeving van onze zonden en die van de gehele wereld. Tot vergeving van onze zonden, mijn zonden en die van de gehele wereld. Bid voor ons zondaars, zeggen we in het weesgegroet. Ook dat heeft die katholieke klank. En dit is ook door en door katholiek alomvattend gericht op iedereen. En dan, nog steeds aan de voet van het kruis, langs de gekruisigde naar de Vader kijkend, door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de hele wereld, met de gehele wereld. Medelijden met ons, met mij, met ons en met de gehele wereld. Het mooie is, net zoals bij het Wees gegroet, het is een smeekgebed. En daarom wordt het ook herhaald. Dat hoort bij het smeekgebed. Het is eigen aan het smeekgebed dat het herhaald wordt. Of dat nu een
gesteld aantal is van 50 of dat het altijd maar doorgaat, zoals bij het Jezusgebed. Maar het hoort bij het smeekgebed dat het herhaald moet worden. Altijd maar weer. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. En dan aan het eind enkele woorden uit een heel oud-kerkelijke Griekse hymne, het Trishagion, het driemaal heilig, die in onze liturgie één keer per jaar gezongen kan worden op Goede Vrijdag. Het komt uit de Oosterse traditie en zuster Faustina staat natuurlijk op de drempel tussen het Oosten en het Westen, daar in Polen. Er zijn veel invloeden van de Oosterse kerk en uiteraard veel invloeden van de Westerse kerk. Dus één kerk, laten we zeggen, van de twee longen, waar we ooit eerder over hebben gesproken, zoals Johannes Paulus dat zegt. De kerk moet ademen met twee longen, die van de Oosterse christenheid en die van de Westerse christenheid. Zuster Faustina doet dat. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, driemaal heilig. Daar komt de titel Trishagion vandaan. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heer, dat smeekgebed wat hernomen wordt. Het kroontje van barmhartigheid, dat vooral ook wordt gebeden bij de stervenden en voor de stervenden. En het is echt mooi om dit gebed te ontdekken in zijn eenvoud. En het is in die zin, ook omdat het qua tijd te overzien is, niet weer een belasting voor je toch al overladen gebedsagenda. Nee, dit is heel mooi te bidden als je een eentje moet lopen, als je een eentje moet fietsen, als je ergens moet wachten of als je een moment neemt voor of na de maaltijd. Ik denk, ik weet, Radio Maria bidt het ook dagelijks. Daar kan je ook bij aansluiten. Ik denk dat zelfs dat dat om 3 uur is. Op het uur van de barmhartigheid. Het is mooi om het zo een keer mee te bidden. En dan te ontdekken. En dan de noveen en de zondag van barmhartigheid. Het gaat in eerste instantie om de zondag van barmhartigheid. Het was een van de eerste dingen die de Heer eigenlijk aan zuster Faustina als opdracht gaf, waarvoor ze moest gaan zorgen, dat er een speciale zondag zou worden toegewijd aan de barmhartige liefde. En dat moest de zondag in het octaaf van Pasen worden. Mijn dochter, ik wil dat het feest van de goddelijke barmhartigheid een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen en in het bijzonder voor arme zondaars. Op die dag staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genade uit over die zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid naderen. Het feest van de barmhartigheid kwam op uit mijn diepste tederheid. Het is mijn wil dat het op de eerste zondag na Pasen plechtig gevierd wordt. Ik wil een volledige aflaat geven aan de zielen die op het feest van de barmhartigheid gaan biechten en de heilige communie ontvangen. Nu, dit was een nog grotere opdracht dan Bernadette kreeg toen ze aan de prelaten moest gaan zeggen dat Maria een kapel wilde en de processie. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar hier vraagt de Heer aan een eenvoudige kloosterzuster ergens in Polen ervoor te gaan zorgen dat er op de kerkelijke kalender een feest komt van de barmhartigheid. Nu, zuster Faustina heeft het in haar dagboek genoteerd. Ze heeft het aan pater Sopoko ook verteld. We weten dat ze plannen had om te kijken of ze in contact kon komen met de paus, om het direct aan de hoogste instantie te vragen. Maar pater Sopoko die raadt dat haar af.
die zegt dat de weg daartoe heel ingewikkeld is en zelfs averechts kan werken. Dus het is vooral voor haar een weg van vertrouwen geweest, dat zij doorgaf wat ze moest doorgeven. En dan was het aan de mensen na hen om dat verder uit te laten kristalliseren. En na haar dood is ook lokaal in de congregatie dat feest gekomen, later in het bisdom. En dan gebeurt er natuurlijk iets bijzonders, dat de aartsbisschop van het bisdom waarin zuster Faustina begraven ligt, paus wordt. En hij is bekend met deze wens. En in zijn pontificaat is hij gaan zoeken naar een mogelijkheid om dit te realiseren. En zoiets is ook al vele eeuwen eerder gebeurd met de zuster die de opdracht kreeg om aan te geven dat er een sacramentsfeest moest komen in de kerkelijke kalender. En die meldt dat bij de bisschop. En die bisschop wordt later paus. En herinnert zich deze wens die de zuster had ontvangen, Julien de Cornillon, om dit door te geven. En zo kon hij als paus dat feest Sacramentsdag, Corpus Christi, in de kerkenkalender introduceren. Hier gebeurt iets soortgelijks. Johannes Paulus II, die dit goed heeft voorbereid, door veel over de barmhartigheid te spreken, er is zelfs een Duitse bloemlezing uitgegeven met al zijn teksten over de barmhartigheid, die de encycliek schrijft, Dives in Misericordia, en ondertussen de prefect van de congregatie vraagt, kan de zondag na Pasen omgevormd worden in een zondag van barmhartigheid? En deze prefect van de congregatie, die kennen we allemaal, dat was kardinaal Ratzinger. En kardinaal Ratzinger, die gaat het onderzoeken en die gaat terug naar de paus en die zegt, nee, dat kan niet. Dat is beloken Pasen. Dat is de octaafdag van Pasen. Dat kan niet omgezet worden in een zondag van barmhartigheid. De paus die laat het een tijdje rusten en dan vraagt hij het opnieuw. Is het echt niet mogelijk? Prefect, weer kijken, weer nee. En dan gaan ze zoeken naar wat wel mogelijk is. En dat is uiteindelijk de vorm die zoals het geworden zoals het nu is. De zondag blijft de zondag van Pasen. Blijft beloken Pasen, dus met de lezingen en de gebeden die bij die dag van Pasen horen. Maar tegelijkertijd is het de zondag van de barmhartigheid geworden. Maar dus niet in de zin dat het hele officie en de liturgie en de lezingen veranderd zouden worden, meer gericht, explicieter op die barmhartigheid. Nee, de kleur van die zondag is mede de zondag van barmhartigheid geworden. En dat kon natuurlijk heel erg goed, want het is de zondag waarop we lezen hoe Thomas de verrezen Heer ziet en hoe de verrezen Heer zijn wonden toont en zijn zijde wonden toont en zegt, steek je hand hier in mijn wonden. De fontein van de barmhartigheid wordt hier aan Thomas getoond. De ongelovige Thomas wordt de gelovige Thomas. Ook dat is barmhartigheid. Dus het past heel goed bij elkaar. En zo hebben we sinds, wat is het, 2000, hebben we de zondag van barmhartigheid. Maar daaraan voorafgaand een noveen die begint op Goede Vrijdag. En dat is wel heel bijzonder, een noveen die begint op Goede Vrijdag, die ons meeneemt van Goede Vrijdag, langs Stille Zaterdag, langs Paaszondag, langs het octaaf van Pasen, naar die octaafdag, de zondag van barmhartigheid toe.
Ik wil dat je gedurende 9 dagen de zielen brengt naar de bron van mijn barmhartigheid, zodat ze kracht en verfrissing putten, evenals alle genade die ze nodig hebben in de wisselvalligheden van het leven en vooral in het uur van de dood. Iedere dag moet je een andere groep zielen naar mijn hart brengen om hen onder te dompelen in de oceaan van mijn barmhartigheid. En ik zal al deze zielen naar het huis van mijn vader brengen. Ik zal niets weigeren aan de zielen die je brengt naar de bron van mijn barmhartigheid. En elke dag zul je mijn vader omwille van mijn bitter lijden genade afsmeken voor deze zielen. De tekst van die noveen die ligt vast, die kan je op internet vinden, die staat ook in het boekje, er zijn ook kleine boekjes. En elke dag wordt er een andere groep mensen aan de barmhartigheid van de Heer toevertrouwd. En het is eigenlijk iets heel moois als devotie, dit behoort allemaal tot de devotie, om zo Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaszondag, het Triduum, de vooravond Witte Donderdag, te beleven. Maar wij hebben dan een beetje de neiging, Paaszondag, de Paasdag, oké, dat is er dan nog. En daarna ja, is er een soort van, oké, dat ligt achter ons. Maar met deze noveen wordt dat eigenlijk nog verder doorgeleid naar die zondag van de octaafdag, de zondag van barmhartigheid. Het zijn heel concrete vormen, devotievormen, die helpen om die barmhartigheid te beleven. En dan spreekt zuster Faustina ook een aantal keren nog over een specifieke congregatie van de barmhartigheid. Maar die is, zoals zij, denk ik, zichzelf dat had voorgesteld, nooit gerealiseerd. Wat er wel gebeurd is, is dat de devotie tot de barmhartigheid in heel veel nieuwe bewegingen en congregaties een weg heeft gevonden. Misschien was dat eigenlijk meer de bedoeling van de Heer dan dat er specifiek één congregatie, en is waar met verschillende takken aan die barmhartigheid zou worden toegewijd. Dan is er nog die afbeelding. Uitdrukkelijk de opdracht om die vorm te geven. En dit hoort natuurlijk helemaal bij de wijze waarop God eenvoudig voor iedereen toegankelijk zijn barmhartigheid moet laten zien. En dat gebeurde door een beeld, een visioen wat zuster Faustina krijgt, dat zij beschrijft en dat door iemand geschilderd is in verschillende vormen. Er zit een soort hele wordingsgeschiedenis achter deze afbeeldingen. Dit is de oorspronkelijke. Zuster Faustina vond het niet helemaal. Na haar dood zijn er andere gemaakt in verschillende vormen. En dit is eigenlijk een beetje de bekendste vorm, maar die kan eigenlijk in allerlei stijlen nog worden omgezet. En dat is ook inmiddels gebeurd. De twee stralen duiden bloed en water aan. Bloed en water uit de zijde. De doorzichtige straal duidt het water aan dat de zielen rechtvaardig maakt. De rode straal duidt het bloed aan dat het leven van de zielen is. Deze twee stralen kwamen uit de diepte van mijn tedere barmhartigheid. Toen mijn hart dat folterende pijn had geleden aan het kruis, door een speer werd geopend. Ik beloof dat de ziel die deze beeldenis vereert niet verloren zal gaan. Ik beloof haar de overwinning over haar vijanden hier beneden en vooral in het uur van de dood. Ikzelf zal ze verdedigen als mijn eigen heerlijkheid. Ik verlang dat dit beeld vereerd wordt, eerst in uw kapel en daarna over de hele wereld. Nu, en dat is ook gebeurd. Dit is een van de meer bekende afbeeldingen die over de wereld verspreid is.
met de tekst aan de voet: Jezus, ik vertrouw op u. Want dat is ons antwoord op de barmhartigheid, ons vertrouwen stellen. De barmhartigheid die als een fontein het hart van Jezus naar ons toe komt. Nu zijn alle afbeeldingen natuurlijk ook aan smaak onderhevig. Tegelijkertijd is dit ook weer een universele afbeelding. In die zin dat je kan het mooi vinden, je kan meer van deze versie houden of van die of van andere. Maar wat de afbeelding wil laten zien, is in één blik duidelijk. Dit is de Heer onze God, Jezus Christus. En een vriendelijkheid naar ons toekomend, ons zegenend, wijzend naar de liefde van zijn hart en die stralen die daaruit komen. En als je naar die afbeelding kijkt, sta je in feite al in die stralen van zijn barmhartigheid. En de afgebeelde voeten waarmee hij naar ons toekomt. Dit is de God die afdaalt naar ons toe. Voor wie het niet nodig is dat wij pogen naar boven te klimmen, wat toch niet lukt. Hij daalt af naar ons toe. Hij komt ons opzoeken waar wij zijn, in de ellende waar wij zijn, in het lijden waar wij zijn, in de gewoonheid waar wij zijn, in de doorheid waar wij zijn. Hij stapt naar ons toe, zegenend en de bron van zijn barmhartigheid ons aanreikend. En dit is in één blik duidelijk. En daarom hoort deze devotie voor hem zo bij dat antwoord dat God heeft gegeven op de godsverduistering die gaande is. En dan tenslotte is er nog het sacrament van barmhartigheid, de biecht. Waarbij in het dagboek vooral ook aanwijzingen staan voor de biechtvaders. Ik verlang dat de priesters mijn grote barmhartigheid jegens de zielen van de zondaren verkondigen. Laat de zondaar niet bang zijn om tot mij te naderen. De vlammen van de barmhartigheid verteren mij. Zij roepen er luid om gebruikt te worden. Ik wil ze over deze zielen uitstorten. Vertel mijn priesters dat verharde zondaren berouw zullen krijgen als ze hun woorden horen wanneer zij over mijn ondoorgrondelijke barmhartigheid zullen spreken, over de erbarming die ik voor hen in mijn hart heb. Aan de priesters die mijn barmhartigheid zullen verkondigen en verheerlijken, zal ik wondervolle kracht geven. Ik zal hun woorden zalven en de harten aanraken van degene tot wie ze zullen spreken. Ik denk dat dat ook herkenbaar is in wat onze heilige vader de paus zegt, die ook voortdurend mensen aanspoort om de moed te hebben dit sacrament te zoeken, niet bang te zijn, en ook de biechtvaders voortdurend voorhoudt dat ze niet de rechters zijn die moeten oordelen, of dat de mensen voor een tribunaal komen waar de priesters dan de rechters zijn. Nee, ze zijn instrumenten van Jezus, zoals op deze afbeelding, met onze lieve vrouw Chester Goa daarbij, ik op een heel mooie manier is uitgebeeld. Is de barmhartige Jezus die langs het woord en het gebaar van de absolutie de biechteling plaatst in de stralen van zijn barmhartigheid. Overigens ook een afdalende Jezus, ook in het sacrament van de biecht is het de deemoedige Jezus, zoals ook in de Eucharistie. Schrijf, spreek over mijn barmhartigheid. Vertel de zielen waar ze troost moeten zoeken. Dat wil zeggen, bij de rechtbank van de barmhartigheid, de biecht, daar vinden de grootste wonderen plaats en worden er voortdurend herhaald. Al zou een ziel op een lijk in staat van ontbinding lijken, zodat er menselijk gesproken geen hoop op herstel zou zijn en dus alles al verloren zou zijn, dan is dat bij God niet zo. Het wonder van de goddelijke barmhartigheid heeft de ziel volledig herstel.
Dit zijn wat kernaspecten uit de zending, de opdracht van zuster Faustina. Indrukwekkend dus, om dat zo in een kleine vogelvlucht tegen te komen. Als je daar meer over wil lezen, zijn de twee boeken waar hieruit ook uit geput is, heel erg mooi. Ik ben geheel de uur, dat is een thematische bloemlezing met uitleg en wat toelichtingen. Maar die geven meteen de meest belangrijke kernteksten en kerninzichten weer. En daarnaast dat mooie boekje over die devotievormen, die heel uitvoerig worden uitgelegd en in de traditie van de kerk worden geplaatst. En ook daar vind je de teksten van het kroontje van barmhartigheid, de tekst van de noveen. Thomas ook in een klein boekje allemaal is uitgegeven. Het is zeer de moeite waard om dat te lezen. En daarmee kan je zelf nog wat verder kennis maken met deze bijzondere zuster, profetes van de barmhartigheid. We zijn al bijna aan het einde van deze reeks. We hebben de chronologie niet helemaal aangehouden. Maar op het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis, 8 december, zullen we spreken over Elisabeth van de Heilige Drie-eenheid en over de waarde van de stilte. De week daarna nog teksten uit de wereld van het gebed van Adrienne von Speyer, over de menswording vooral. Uitleg bij het credo. Ook morgenavond, dat gaat door totdat we de hele tekst van het credo wat belicht hebben. Maar speciaal ook voor de advent, die aanstaande zaterdagavond zondag begint, zullen we de dinsdagavonden vooraf aan de rozenkrans ook wat korte adventsoverwegingen houden. 4 keer over de persoon van Maria, van Jozef, koning Herodes en over de drie wijzen. We zullen afsluiten met een gebed van Johannes Paulus II, waarin hij de wereld toewijdt aan de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, barmhartige Vader, u hebt uw liefde geopenbaard in uw Zoon, Jezus Christus, en hebt haar over ons uitgegoten in de Heilige Geest, de Vertrooster. Wij vertrouwen u vandaag de bestemming toe van de wereld en van elke mens. Neig u naar ons, zondaars, genees onze zwakheid. Overwin alle kwaad. Geef dat alle bewoners van de aarde uw barmhartigheid ondervinden. En in u, drie-ene God, altijd de bron van hoop vinden. Eeuwige Vader, door het lijden en de verrijzenis van uw Zoon, ontferm u over ons en over de hele wereld. Amen. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.